De afdelingen spoedeisende hulp en intensive care van het Academisch Ziekenhuis hebben vandaag medisch apparatuur ontvangen. De apparatuur is aangeschaft met financiën die zijn gedoneerd door de Braziliaanse oliemaatschappij Petronas. Miriam Rodriguez, medisch hoofd van het AZP, zegt dat deze donatie een grote stap in de goede richting is. Want hiermee wordt niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeterd, maar ook de veiligheid van de patiënten wordt opgekrikt, geeft ze aan. We hebben 11 nieuwe emergency stretchers, de brandkaars waarop de patiënten liggen. We hebben een aantal monitoren gehad, dus dat zijn het apparaat dat je daar ziet. Dus daarmee kan je dus de vitale functies van de patiënt, bloeddruk, de polsla, de zuurstofgehalte in het bloed meten en eigenlijk nog veel meer. We hebben verder gipsstoelen gehad, 2. Vroeger werden de patiënten gestuurd naar de orthopedische poli, eigenlijk nu nog steeds, want we zijn nog bezig in die voorbereidingsfase. Maar we willen er eigenlijk dus naartoe gaan dat we op de SIH eigen gipskamer hebben. Dus dat patiënten in afwachting op hun bezoek bij de orthopeed, dat ze dus in principe een comfortabele gipspalk hebben waarmee ze naar huis gaan. Dat is dus nog niet zo ver, laat me duidelijk zeggen, maar daartoe streven wij. Verder hebben we dus rolstoelen gehad. 2 kinderrolstoelen en 10 volwassen rolstoelen die u hier achter me ziet. We hebben ook een douchebrandkaar gehad. Dus daarmee zou je dus patiënten met brandwonden kunnen afspoelen. Rodriguez laat verder weten dat het ziekenhuis met de beschikbaar gestelde middelen 2 projecten van $100.000 heeft gefinancierd. Het grootste deel van het geld is besteed aan apparatuur voor de spoedeisende hulp. Volgens Rodriguez zijn de meeste apparaten reeds ingezet op de verschillende afdelingen. Er zijn net enkele spullen die nog niet zijn aangekomen, zoals een echo-apparaat. Maar voor de rest zijn de brandkaars al in gebruik, de rolstoelen zijn al gebruikt, de gipskamer is nog niet open, dus dat zullen ze nog niet merken. Maar we willen het wel binnen de eerste 3 maanden gerealiseerd hebben. We zijn dus nu bezig mensen te trainen, de gipskamer moet in orde gemaakt worden. Dus ik denk dat we binnen 2-3 maanden wel kunnen overgaan daartoe. Mireia Rodriguez is het waarnemend medisch hoofd van het Academisch Ziekenhuis. De nieuwe medische apparatuur zal volgens Rodriguez de kwaliteit van de zorg sterk verbeteren.